Nou, we hebben vandaag de landelijke boomfeestdag en we gaan met alle scholen uit Baren zijn we boompjes aan het planten hier in het bos. En wat gaan jullie planten dan? Ja, bomen, maar ook nog speciale soorten. Winterijk. Wintereiken. Winterijk. Winterlinden en zo'n rare heg. Ja. We planten eigenlijk ieder jaar wel bomen en het is hartstikke leuk om op zo'n speciale dag de kinderen erbij te betrekken en ook te laten zien wat bos is en hoe belangrijk het is. En dan gaan we deze dag juist met z'n boompjes planten. Nou, we nemen de kinderen eerst mee op een heel kleine wandeling en dan vertellen we kort even iets over het bos en bomen. Wat we hier gaan doen is zoeken naar boschatten. Zoals jullie weten zijn er heel veel dingen te vinden in het bos en de coolste dingen die we kunnen vinden in het bos gaan jullie allemaal vinden straks. Dan kan je denken aan dennenappels. Hele mooie bladeren, stokken. En als je goede dingen gevonden hebt, dan mag je die hier in deze gekleed. En als je ze in je zak kan stoppen, dan mag je ze meenemen. Nee, ploeg mee, of niet? Digitaal, ja. Ik zat er even aan mijn ogen denken. Beest niet waar. Ja, ik zag wel beestjes. Hier beest, daar beest, daar beest. Oh nee, dat is mijn poot. Hier beest. Time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Ik ben de leider. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Ik zou me eerst even voorstellen, mijn naam is David. Ik ben boswachter hier. Hey, ook een David. Hey. Ik ben boswachter hier bij Staatsbosbeheer. Jullie gaan vandaag boompjes planten. Jullie gaan een nieuw stukje bos maken. En ik wil je eigenlijk op deze plek even een paar verschillende plaatjes bos laten zien. Als jullie nou allemaal eerst eens een keer die kant op kijken. Oh, ik weet het. En zeg eens wat je opvalt. Dat ze allemaal heel recht achter elkaar staan. Ze staan in rijtjes, ja. Ze staan allemaal in rijen. En zie je verder tussen de bomen iets? Ja, wat valt je op? Dezelfde ruimte. Takken. Ja, blaadjes. Dezelfde ruimte. Takken. Als je heel veel blad, ja. Maar zien je nou veel andere boompjes en andere struiken ertussen? Nee. Nee, hè? Als je nou eens meer naar links kijkt, wat zie je daar dan allemaal? Het is donker. Het is heel dicht op elkaar. Ik denk dat het natuurlijk bos is. Denk je dat het natuurlijk bos is? Het is een bos. Ja? Het staat niet in rijtjes. Maar dit is ook wel een rijtje. Als je op de goede plek gaat staan en je kijkt het bos in, dan zie je gewoon dat ze op rijtjes staan. Mensgemaakt. Ook mensgemaakt. Nou zijn er wel wat verschillende andere bomen tussen gaan groeien. Dus heel soms krijg je het beeld dat het een beetje toch wat rommeliger oogt. Hoe oud denk je dat zo'n stukje bos is? 20 jaar. Tussen de 100 en de 120 jaar. Nee. Veel jonger. 25 tussen de 20 en de 30 jaar. Ik denk dat je heel goed ziet. Ik denk 25, 30 jaar. Nou wil ik het laatste vakje eigenlijk even zo van een afstandje bekijken. Dan wil ik er even een heel klein stukje inlopen ook zo. Je ziet grote sparren staan. Het zijn Douglas sparren. Die maken dit soort dennenappeltjes. Kan je mooi herkennen. Er zit altijd zo'n, ja, een beetje zo'n slangentongetje lijkt het. Deze is een beetje wat ouder, maar het zijn lange appeltjes. Een beetje zo'n slangentongetje wat ertussen zit. Nou zijn deze bomen, die lijken al wel heel groot, maar die zijn echt nog niet volwassen. Die kunnen nog een flink stuk hoger worden en nog heel veel dikker. Dat worden joekels, als je ze hun gang laat gaan en ze staan op de goede grond, dan gaan ze nou goed 40 meter de lucht in. En dan kunnen ze gewoon rustig een metertje dik worden. Van welke school zijn jullie? Amalia Stroom. Is dat een beetje leuk daar? Ja! En wat hebben jullie geleerd? Hoe je een plant? Ja, hoe verschillende bomen. Ja. En jij vond het helemaal leuk. Ik heb een boom gevonden en die is 63 jaar oud. Oh. Echt? Ja. Hoe weet jij dat dan? Omdat ik die kringen heb geteld. Oh ja, dat hebben jullie ook geleerd. Ja, dat wist ik. En dan gaan we hierheen en hier staan verschillende boompjes, verschillende soorten. Nou, dan leggen we even uit hoe je gaatje graaft en dat de wortels dus niet omhoog moeten, maar naar beneden. En dan mogen ze zelf lekker boompjes planten. Eigenlijk moesten we alleen de boom erin stoppen en daarna zand eroverheen en erop stampen, zodat die bleef staan. Wat vinden de kinderen ervan over het algemeen?
Nou, ze vinden het hartstikke leuk. Het is meestal een beetje een wedstrijdje wie de meeste boompjes plant. Dus de een heeft er 3 en de ander heeft er 12. Die 12 heb ik er nog een beetje twijfels over, maar goed. Nee, ze vinden het hartstikke leuk om gewoon even lekker buiten in het bos te ravotten en een paar bomen te planten. En nou, ik hoop dat ze over een paar jaar terugkomen te kijken hoe het bosje ervoor staat. Is dit nou een spannende dag voor jullie? We doen het al heel veel jaren. Het is wel altijd heel leuk, want er komen altijd heel veel kinderen. En, maar goed, we doen het al heel veel, dus we hebben er wel ervaring mee. Ja. Vind je het leuk? Ja, ik vind het altijd wel heel leuk. Het is een goede samenwerking met de Groene Inval in Baren. Die hebben de contacten met de scholen. En nou ja, dan gaan we hier lekker met de kinderen aan het planten. En ja, het is altijd leuk met kinderen.